De PC bij KNKB Media. De PC van 50 jaar lien. 60 petoeren op een les petoeren. 60 woon uiteindelijk. Jaren van de Veen Gerrit de Jonge Rijnse Meestra. Zij wien de winnaars aan het eind van de dag. In de finale woon ze van Gerrit Akken en Klaas van Dirk Talsma. We gaan op visite bij Jaren van de Veen. De allround kids, de opslager, de stylist uit Damwoord. Waar het hem net voor het netvlies? Jaren van de Veen, eerst maar even de kranten melons. Maar Wiepie moet hier ook op zijn. Ja, hier, Wiepie van Wieren. Met Pieter Jong en Jan van der Molen. Je bent allemaal natuurlijk sexy. Ja, wie ben, ja, dat wist ik ook nog wel. En Klaas die van mijn hier. En Gert ook naar die hun nummer 1. Ja. Die, ja, dat is nummer 1. Dus dat we willen. En ik weet ook nog dat ik zelfs toen het lot letsen had daarin. Oké. Okay. Ja, het steekt hier ook wel in. Maar, ja, toen Jarig van der Veen naar voren kwam, hield het publiek in de koren de adem in. Zelf het lot loeken? Ja, zelf het lot loeken. Jarig ben toen een hele prutte die dat wilde doen. Ik kom op het fraaie nummer 16, het zware nummer 3, zo neem het waar omloopje in ook gaan maken. Op het nummer 11 en 12, dat zit naar Ring de Grote die dan in. Tot opluchting van de gehele zaal, en vooral van jaren, trok Van der Veen nummer 16. Ja. Maar dit is de lading dus, het verhaal. Maar, ja. Daar komt natuurlijk het verhaal van de PC zelf bij. En er is van al die... Al die wedstrijden heeft een verslag, hè? Ja. Dat noemen we eentje te waar enzovoort. Ja. En eerst dan weer door het Jan Westerland, dat wist ik dus ook nog. Rijtse meesterkening. Hier slaan we het woord. Ja. Finale, red de 118e PC. En dat had wel een spannende finale geweest. Dat wist ik trouwens echt niet meer, hè? Dat het zo spannend weer. Nee. Hoe omschrooi je al je keertcarrière? Want zat ik jou nog eens opslagen, kind, de stylist. Een mooie stijl hier. Ja, ik meen dat, ja. Dat zei Ring de Grote, Ring Bos, maar ik wel. Hij zei, dat was een van de mooiste opslagers. Ja. Ja. Daar ging ik zelf net zo volle erg in. Hoe komt een waardmandje in de keertverhaal? Nou, jij was wel een prodekeerst. Maar dan net op niveau. Nee. He, dat we wat ledenpartijen en we gingen dan eigenlijk wel competitiekeertje. Dat wel. Dan kom je eens aan de tweede klas, dan ben je uitgenodigd. Ja, ja. Want dat tweede klas had ik heel mooi voor. Oké. Okay. Ja. Dan steek ik achterin en verbergt opslag. Of, wie nu slagen? En toen kon ik me raak uitslagen. Ik, ja, maar heel jaar kreeg ik les van het schouder. Ja. En toen ben ik oerstapt op opslag. Is dat een moeilijke beslissing? Nee. een stevige opslag, een verste opslag altijd wel. Ja. Heb je dat zelf ook geleerd? Ja. Je hebt er in weinig zand je krijgt. Ja, nee, dat is alleen zelf doen. Ja. Ja. Hier wie al een... zeker wist maar wie de man is van het keertje, die het alles regelen. Maar die zaaltje en uw heid, die zei dat die jongen van die trokje had, die zei dan leidde ik een klokjes van hem kleren. Ja, maar dat is net slagen. Die had er toen al zicht op gewoon. Ja, dus letter ben je... Hij komt uit de mijn voortgien. Dat was alleen naar hier een competitiekeertje en een ledenpartijtje. Ja. En dat biedt. Wat mooi, wat je krijgt, ik zei, ik geef dan eerst terug dat je van de favorieten weer. Nee. Die in Sotter. Nee. Ik ga het niet. Ben je er helemaal net bij bezig? Ik denk het net. Ik ga ik helemaal dat ik geen druk viel of zo. Ja, misschien de eerste partij wel, omdat we ik achterkomen met rijden met Jan. Tien en nog net al de best partoer. Dat had misschien toch wel even wat spanning geweest. Maar verder een hele dag ik nee, wat ik er meer van herinner je. Helemaal geen druk gewoon. Nee. Van, maar toen ik in de finale zitten, ja, dan had ik wel van. Ja, wat dan? Nou, we zaffen hier binnen,
nou maar wat je nou wat wingen. Ja, want dan ben je volgens mij, wat ik als liedjonkje nog herinner, wel een fuelfretter. Jawel. Dat wil je, ja. Dan moet je winnen. Ja. Ja. En dat heet Gerrit ook in. Een letterflip zult me. Maar dat heet Gerrit een keer. Ja, dat had je vier weer een keer. Ja. 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 Moest je op die periode weer waarom? Ik denk dat de mooiste periode nou, dat ik met Flip keerste. Ja. Ja. Flip die ja, Bilker echt een vuurverrader, maar als meisje. Ja. Ja. Ja, dat is maar de enige echte vreugde die ik ervan overhoorde. Ja. Jo, rustig. Ja. Maar wel. Ja. Ik heb voel verder. Ja. En Flip meer verbaal. Verbaal, hè? Ja. En, ja. Ja. Maar een hele fijne maat aan mij de keertse. Ja, en je bent in jouw resultaat dan? De PC? Ja. Hoe aan je kening? Ja, wat een kening, ja. Wie dat het, het hichtepunt? Ja, ik denk het wel, ja. Wie toen kans hebben? Toen winnen we, ja, toen winnen we toch wel de favoriet, denk ik, van dat hier, ja. Ja. En ik leeuw ook, wat ik me van herinner, ik leeuw ook net of een partij gewoon had, dat het... Ik weet wel of finale bij 4-3 en 6-2 tegen Sjauke, Wippie en Gerrit van der Heijden. Ja, ja. Dan weer eens af, partij mooie grote vreugde. Dat is ik uniek, of net? Ja. En daar in die vreugdschap, dat je het hele leven met veroorbleun altijd? Ja, ja, weer na de tijd nog wel dat we binnenkwamen. Flippen die gaan in Drachten, en later in Akkeren ben we bij hun west. Ze kwamen hier wel. Ja. Ja, dat is altijd een... En later ook nog wel op een leger niveau hebben we hier in de Westerkeertsen. Ja. En dan zagen we een mooie partij uit, hebben net, ja, wat hier toen, Reduzen en, ja. En zulke soort plagen. Ja. Daar heb ik wel mijn Flip keertst. Klaas van Weer, een keer mij die. En, ja. Ja. Hoe zie je weer op je hele carrière? Heb je alles eruit halen? Nee. Denk het net. Ik denk dat er wel meer in zit. Ja, en ik ga dus eigenlijk een hier geblesseerd geweest. Ja. Nou, hoe je het dan ooit kent? Had je er even waarom? Ja, hoe je het ooit kent. We zijn net altijd gelijk met stijl. Dat hebben we wat ooit kent nog. Ja, dat is best een puntje. Ja. Ik denk dat je net voor de telefoon pakken je bij alle keertjes. Zoals een persoon liet je me net. Nee. Wat al wachten. Ja, dat weet ik zo. Ja. Ja. Ja, ze moesten meer vrijgeven. Ja. 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 En dan ja, kom je volgens in de mindere peturen? Ja, dat net alleen nog, maar je Flip die hier ook in zijn wensken. Want we gingen Wippie er wel graag bij wel toen in die tijd. En die woe ik wel. Ja. Maar dan zit Flip van, met een tweede opslag en zijn grote fan voor hem te rekenen en zo. En dat, had Flip een beetje de troostlaag die we toen bij Johannes Westra verder gingen binnen. Ja, okay. Ja. Een jong talent wiep toen nog? Ja, dat wiep toen nog. Ja, dat wiep toen een jong talent, ja. Ja, die had er al een paar keer de PC, ja, alle keer de PC won, he, in een jongetje 73. Ja. Maar Sjauke. Ja. 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 Maar als je toen Gerrit minder was op dat moment, gingen we toen wiep toch niet meer mannen, denk ik. En die woord toen ik wel. Ja. Ja. Kom je nog zo bij het keersen? Weinig. Ja, dat Jerry in de buurt is. Daarom ging ik dan nog wel even heen. PC dus, steeds. Ja. Ja. Maar verder, nee, dan winnen we. Of mijn vakantie, of een weekend voort, of ja, dan ben er wat dingen. Ja. Ja. Dat is een PC door je waarschijnlijk. Zit je dat nu? Jawel. Maar dat wordt echt minder. Het komt echt omdat je, ja, je wordt ouder en dan een hele tijd zit op zo'n bankje. Nou, dan ga je jongens je nog wel. Ja. Dan, het kan best zijn dat het van hier misschien de laatste keer wordt dat ik dan een hele tijd heen kom. Blijf dat je hem twee keer woont, hè? Ja, maar we gaan er vaker winnen, man. Sacritisch ben je wel. Ja, dat hij vaak, ja. Jongetje 81. Met Brandsma en Reinder. Ja? Tred je een keer winnen. Al in de PC net. Hoe goed dat?
denk dat wel de spanning, de druk van het favoriet wijzen, ja. 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 Daar konden we net, tenminste op dat moment, alle drie net goed mee omgaan. We in alle drie net zat dat oors weer. Heel mooi, Jarek, van het feit dat we bij je aan de tafel de eerste hoek zeiden. En geniet er vooral waanzin van die prachtige dag. Ja. Bedankt. Graag gedaan. De PC bij KNKB Media.